Voor Nijmegen.nu. Dat is de nieuwe naam van de nieuwe politieke partij van Paul Eigenhuijsen. Eigenhuijsen zat de afgelopen jaren in de gemeenteraad van Nijmegen voor zijn eenmanspartij Liberaal Nijmegen. Een nieuwe partij wil ik gaan oprichten omdat ik merk dat er behoefte aan is. Waar ik ook kom, bij het ondernemerscafé of bij NIC, of dat ik hier in de stad loop of in winkelstad de Dukenburg. Mensen klampen mij aan met het gevoel van dat ze iets missen. En ik heb het idee dat ik met Voor Nijmegen.nu dat gemis goed ga maken. Wat ik graag wil is dat op het moment dat er een plan ligt vanuit het college, dat het wordt beoordeeld op de inhoud van is het goed voor Nijmegen. Daarnaast wil ik gaan streven voor de gekozen wethouder. Dus dat mensen gewoon zelf kunnen kiezen wie een wethouder wordt. Dat de inhoud van de wethouder belangrijker is dan de politieke kleur. Als je gewoon kijkt naar wat er gebeurt, naar wat voor keuzes er gemaakt worden op het stadhuis, dan heb ik het idee dat echt gewoon niet goed genoeg geluisterd wordt naar de inwoners. Als je kijkt naar waar we nu staan, fietspad in Dukenburg. Er is 4,5 ton nodig om dit op te knappen. Daar is geen geld voor. Maar vervolgens wordt er wel 1 miljoen uitgegeven aan het versmallen van de Graafseweg. Terwijl ja, als je hier fietst, je melk is slagroom als je in de Aldonhof aankomt. En dat moet gewoon anders. Nou, Liberaal Nijmegen was een tijdelijke naam. Ja. Dat heb ik eigenlijk vanaf dag 1 gezegd. En ik heb heel lang lopen twijfelen van, goh, ga ik überhaupt meedoen? Maar er wordt zoveel aangeklampt op straat van, Paul, wil je alsjeblieft een eigen partij gaan beginnen? Dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt van, nou, ik ga ervoor. En ik ga voor een eigen partij. En ik ga voor 4 zetels.